Vandaag de aftrap van Nederland Schoon. En als ik schoon zeg, dan heb ik het automatisch over heel en veilig. Want je ziet al op die blauwe hesjes, schoon is heel, is veilig. Dus dat hoort allemaal bij elkaar. Ja, mensen, laat je horen voor al die kinderen die zo hun best hebben gedaan en hier het podium op komen. Want zien ze er onwijs gaaf uit. De scholen Graaf in Leida, Paperclip en St. John hebben de afgelopen weken hard gewerkt en zijn bezig met het thema. En jullie zijn ook nog van de St. John School? Ja, heel goed. Jullie ook nog? Heel goed, heel goed. En waar hebben jullie de kleren van gemaakt? Van de vuilniszakken. Vuilniszakken, heel goed. Kijkers van Loek TV, welkom bij deze uitzending. Nou, eerst even het kogelvrije vest. Heeft u in ieder geval al een vermoeden waar het om gaat? Naast mij staat de heer Schnier en hij is van Nederland Schoon, Heel en Veilig. Welkom in Schiedam, meneer Schnier. Dank u wel, ik kom hier graag. Ja. Wat is dat voor actie Nederland Schoon, Heel en Veilig? Want ik heb hem met een hesje en een petje laten opzadelen. Nou, dat doe ik niet graag. Het zal wel belangrijk zijn. Het is heel belangrijk, want wij hebben deze week de Week van Nederland Schoon. En dat wil zeggen dat in het hele land allerlei activiteiten ontwikkeld worden om Nederland een slag schoner te krijgen. Nou, en schoon leidt er onmiddellijk ook toe dat het veiliger voelt en veiliger wordt. Ja. Want als je in een wat verloederde omgeving rondloopt, dan ja, dat voelt niet goed. Nee. En dan wil je toch iets anders en loop je weg. Ook winkelcentra waar het niet netjes is, ja, daar kom je eigenlijk niet graag. Dus schoner is veiliger, is ook commerciëler. Ja. Wij zijn in het begin, toen de actie voor het eerst van start ging, zijn we ook mee geweest in Schiedam. We hebben dat elke keer gevolgd. Schiedammers zijn wat dat betreft nuchtere mensen die zeggen, ja, hartstikke leuk zo'n circus. Maar de dag daarna zie je er niks meer van. Nou, dat geluid zal u niet onbekend zijn. Maar het is anders. Want dit soort activiteiten zet mensen toch aan om een beetje meer over na te denken. Wat kan ik hier zelf ook aan doen? Kan ik misschien anderen ook aanspreken? Die even wat slordig zijn en nonchalant zijn, iets laten iets weggooien of graffiti spuiten, wat allemaal niet goed voelt. En dan zie je toch in de loop van de tijd dat het stukje bij beetje allemaal beter wordt. Mevrouw Cecile heeft net bedacht, weet je wat, als wij de prijs winnen, dan gaan we een heel groot schoonmaakfeest geven. Zou je dat leuk vinden? Ja. En wat moet er dan gebeuren op zo'n schoonmaakfeest? Het schoonmaken? Maar toch ook wel een beetje muziek en een beetje dansen? Nou, laat je nog even goed aan de jury zien, want we hebben vandaag heel hoog bezoek. We hebben minister Heers-Berlin, we hebben onze burgemeester mevrouw Verber-Aartsen en we hebben de directeur van Nederland Schoon, de heer Uli Schneider. Ik had eens een interview met een kind, ook over dat schoon, heel en veilig. En die deed een opmerkelijke uitspraak, die zal ik u even voorleggen. Die zei, ja, als wij geen rommel gooien op straat, dan hebben die mensen dadelijk geen werk meer. Ja, dat denk ik is anders. Want er komt altijd toch wel wat langs, blad of andere dingen, ook dingen die eens een keer verwaaien. Maar niet in die hoeveelheden dat je onplezierig voelt. We willen allemaal in een fijne leefomgeving wonen. En daar hoort dit ook bij. En daarvoor doen we dit. En als je kijkt naar, als we naar haar kijken, met deze twee dames met hun mooie hoeden. En hoe je van afval de mooiste jurk kunt maken, nog mooier dan wat ik bij het gala in de Rotterdamse Doelen zaterdagavond heb gezien. Dit is prachtig. Je bent heel mooi. En voor jullie dus de excursie naar de speeltenis. Van harte plezier. Nou kan je natuurlijk zeggen, je kan het op twee manieren bestrijden. Je kan zorgen dat er veel schoongemaakt wordt. Je kan ook zeggen, we zetten de grote boetes op. Dat laatste is denk ik niet waar u naartoe wilt werken. Liever niet, liever niet. Af en toe zal er wel gehandhaafd moeten worden, dat wel. Want er zijn nou hufters
die zich nergens aan storen. En die kun je alleen maar met een boete bereiken. Maar daar gaat het ons eigenlijk niet om. Het gaat om het bewustzijn dat weggooien eigenlijk alleen maar kosten veroorzaakt, het onvriendelijker maakt, onprettig is. Dus daar moeten we wat aan doen. Dus voor jullie ook een mooie prijs. Een mooie prijs voor jullie geweldige activiteit. Jullie zijn iets minder bijzonder gekleed, maar hoewel ik jouw schoenen heel bijzonder vind. En daarom van harte proficiat en veel succes met wat jullie verder gaan doen. 8 MP4 spelers. MP4, niet MP3, MP4 spelers. Alsjeblieft. Van harte proficiat. Heel slim is natuurlijk dat jullie begonnen zijn met scholen. Zeker met basisscholen. Kinderen zijn daar vaak heel enthousiast. Is dit iets wat ook op dezelfde manier landelijk gaat gebeuren? Ja, landelijk zijn er heel veel basisscholen, ook middelbare scholen bij betrokken. Dat is ook omdat de basisscholen het gewoon leuk vinden om hier aan mee te werken. Nou, dat heb je vandaag kunnen zien. Dat was wat we hier hebben beleefd uitstekend. En dan gaan we nu beginnen met het officiële startschot. En ik vraag de minister om een beetje bij de catwalk te staan, want als het hier op het dak schiet, dan schieten we door het zeil heen. Want er wordt natuurlijk wel echt geschoten. Jullie hebben gehoord hoe belangrijk het is. En dan verklaar ik de week van Nederland schoon. Door een pistoolschot voor geopend. Nou is het natuurlijk zo dat, en daar ronden we het mee af, want die mevrouw staat al heel nerveus naar mij te kijken. Er zijn meer mensen die met u willen praten. Nou is het natuurlijk zo dat, men zegt wel eens, als je zo'n functie als u vervult, dan moet je natuurlijk wel op je tenen lopen. Het zal natuurlijk nooit gebeuren dat u een snoepje, papiersnoepjes op straat gooit. Ik kan me niet herinneren dat ik dat gedaan heb. Nee, dat klopt. Maar ik vind het ook gewoon onfatsoenlijk. Want dat wilde ik aan u vragen. Dat doe je de ander niet aan. Want ik wilde aan u vragen om af te sluiten met, wat zou u gewoon letterlijk tegen jonge en oudere mensen willen zeggen van, doe het nou ook gewoon? Nou, heel simpel, met hetzelfde gemak, gooi het in de prullenbak en je hebt er meer plezier van. Meneer Snier, bedankt voor uw toelichting en we zijn weer een stapje verder met Nederland schoon, heel en veilig. Dank u wel. Plezier hier in Schiedam.